Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal. Ik ga een collectief bericht doen, geen idee wat eruit komt, dat is spannend. Maar dit ga ik al, deze kaarten ga ik als onderwerp kiezen. Wat is het onderwerp voor vandaag? Passie. Vlam op, passie, vlam hoog op, verlicht mijn pad tot de hoogste top. Dan zie je echt een verliefd stelletje. Dus ja, het komt misschien is passie, hè? Passie, verliefdheid. En de vlam die opvlamt. Wat is er nog meer dan? En ware liefde komt tot mij. Ware liefde zal ik ontvangen. Vervulling van mijn diepste verlangen. Nou, passie, ware liefde. Vervulling van je diepste verlangen. Nou, het onderwerp. Wees duidelijk liefde. En ik heb haast geen liefdeskaartje liggen. Maar maakt niet uit. Misschien zit hier toevallig ook wel liefdeskaarten tussen. Ik ga eens begeleiding van de bron kaarten bij doen. Die moet ik wel lezen, want er staat alleen maar een getalletje bij. Dus laten we kijken wat hierbij komt. Wat voor begeleiding van de bron mogen we hierbij krijgen? Nou, ik heb twee. Ik wil liever één, dat is handiger. Neem deze, voel ik, want dit zijn er twee. Goed. Nou, mooie goudkleurige figuurtje met paars en roze. En oranje. Nou, kijk wat hierbij staat. Nummer 37. Wasdom. En er staat bij zelf de eenvoudigste overweging van je leven. De eenvoudigste poging om uit te vinden hoe en waarnaartoe je verder moet gaan. Stuur je energie en open je voor je hogere bewustzijn. Een hoger doel. Blijf dit gewoon doen. Laat je menselijke geest met zijn beperkte manier van kijken je niet vertellen dat je vastzit of dat je niet vooruit gaat. Want dat is niet waar. Je opent je steeds meer. Je leven is aan het stromen en je ziel komt tot wasdom. Blijf geloven in jezelf en in de bron. Weet dat je op de juiste weg bent en dat je steeds meer opent voor je hoogste potentieel, stap voor stap. Ja, ook al gaat het stap voor stap. Ja, die liefde komt zeker naar je toe. Dus ja, blijf vertrouwen ook, hè. Dat die passie, die liefde waar je naar verlangt, dat die komt. Dan komt dat jij je steeds meer opent ervoor. En dan komt het, het gaat dan groeien. Goed, nou oké, okay. Wat is er nog meer? Ik ga even een eenhoorn kaartje doen. Manifestatie, wauw. Het zijn wel een hele mooie kaart, moet ik zeggen. Richt je aandacht op de visie die je verder reikt dan jezelf en de eenhoorns zullen je daarbij helpen. Die ga ik even lezen. Dit is een heel klein stukje wat erbij staat. Kijk maar hoe mooie kaart dit is. Als het je droom is om andere mensen te helpen of situatie te verbeteren, zullen de eenhoorns je kracht, de moed en de vaardigheid geven om deze droom werkelijkheid te laten worden. Dus jij gaat iets manifesteren, misschien wel die ware liefde, omdat jij zegt ware liefde komt tot mij. Dus dat kan je wel steeds zeggen tegen jezelf, hè? Van ware liefde komt tot mij. En ja, dat is een soort van manifestatie. Mysterie. Verken het onbekende, het onverwachte verwacht je. Ja, je zit misschien al een beetje daar in het donker te tasten. Ja, je zit eigenlijk vlak bij die poort eigenlijk. Je zit op die eenhoorn. En het onverwachte verwacht je. Dus ergens verwacht je wel dat er iets onverwachts gebeurt. Ik zie hier ook een deur. Een open poort, maar ook een dichte deur. Dus ja, je weet wel dat je verder moet. Hè? Ja, je wil dat graag manifesteren. Maar lijkt nog dat één deur gesloten is. Maar ja,
Deze poort is wel open. Misschien wil je met geweld door die deur, terwijl er al een opening is. Maar goed, laten we kijken wat er nog meer is. Ik zal deze eens doen. Ja, blijf in ieder geval rustig. Dingen zullen ontvouwen in je leven. Nou, hier komen een heleboel uit. Ik neem ze allemaal. Melk en honing. Het land van melk en honing. De regenboog. Het olifantje die lekker zit te badderen hier. In de melk. En hier staat de honing. Ja, stel je voor dat jij dus dat olifantje bent, hè? En dat ligt onder je ware liefde. Het zou je heel veel moois brengen. Dus maak ruimte in jezelf, in je hart, voor deze liefde. Misschien dingen opruimen. En dan hebben we loyaliteit. Ja, iemand wil loyaal zijn aan jou. Je ziet ook een beetje een hartopening en een ei. Dus iemand die ook op je lijkt. Ik zie toch wel een koning en een koningin hier. Een sleutel voor dit hart openen. En deze persoon zal echt loyaal zijn aan jou. Dus maak ruimte. Deze persoon is veranderd waarschijnlijk. Wat nog meer? Oh ja. Dat zei ik al. Open je hart. Open je hart, want het komt eraan. Niemand is perfect. Heb geen oordeel over jezelf of anderen. En laat de liefde deze situatie helen. Als jullie elkaar weer tegenkomen, zal deze liefde ook weer geheeld worden. En deze situatie, omdat er dan waarschijnlijk dingen uitgesproken worden. En dat is goed natuurlijk, hè. Want er is natuurlijk wel een beetje onbegrip. Doe jouw creatieve energie leiden tot actie over laten gaan. Aartsengel Gabriel. Die geeft jou die sparkle van creativiteit. Help je om meer te communiceren jouw visie op de situatie. En om iets prachtigs te creëren. Something beautiful. Ik zie ook een ding van noten, hè? Hoe noem je dat? Zo'n sleutel. Misschien komen de muziekboodschappen ook door van jouw liefde. Je bent in ieder geval beschermd. Ga je in de bubbel van licht staan. En heb zelfvertrouwen. Aartsengel Michael wil je echt helpen. Ze slaat ook de armen zo om jezelf heen. Dat is ook zelfliefde natuurlijk. En blijf op de koers die nu loopt. Op de route. En raak niet in paniek. Je bent niet op het verkeerde pad. Je hebt een bumpy start. Je hebt een... een start vol met obstakels. Een obstakelweggetje. Leer van jouw experiences. Leer van je ervaringen. En blijf doorgaan. Blijf vooral doorgaan, zegt aartsengel Michael. Dus Kijk hoor, ik zal wat tarotkaart erbij doen. Ja, je gaat uit deze positie komen. De hangerpositie ligt eigenlijk op de kop. Dus je gaat echt loskomen ergens van. Dus blijf rustig. Four of Cups. Ja, je mag echt hoopvol naar die laatste cup kijken. Die liefdescup. Het is niet meer dat je hem afwijst of zo. Je wil echt wel dat deze cup nou komt... Dat jullie gelukkig worden samen.
Wat nog meer? Ja, er komt wel een einde aan een bepaalde situatie. Wat jij misschien los moet laten. Misschien heb je het al losgelaten. Weet dat dat hoort bij de manifestatie. Misschien moet je iets van werk loslaten. En dan hoor ik dat liedje in mijn hoofd van Money cannot buy me love. Dus dat liefde kan je. Ja, met geld kan je geen liefde kopen. Liefde zit ook in jezelf natuurlijk, maar liefde voor een ander is niet te koop. Niet echte liefde tenminste. Je gaat wel naar rustige wateren varen. Je gaat iets achter je laten nadat er iets niet eindigt en er komt een nieuw begin. Dus je gaat wel in betere tijden komen. Je bent op de juiste weg. Ja, wensvervulling. 9 van bekers is wensvervulling. Dus jouw wens komt gewoon uit. Heb daar vertrouwen in. De Queen of Coins. Ja, je gaat weer iets stabiels opbouwen, ook op werkgebied. Dus stabiele relatie, maar ook stabiel weer werk. Of alles wordt gewoon stabiel weer in je leven. Goed, laten we kijken wat deze kaart wil zeggen. Ja, endings. Ja, dan gaat iets eindigen, hè? 2 keer de doodkaart. Dus hou daar rekening mee. En als dan denk je, bij mij valt er niks te eindigen. Alles is al geëindigd. Het kan zijn dat voor iemand anders voor je kijkt iets eindigt. Zodat je niet meer in het eindeloze loop zit, hè. Eindeloze doolhof zit. Daar willen ze je uithalen, het universum. Dat is de bedoeling. Deze reis heeft lang genoeg geduurd. Staat ook journey onder. Ik kan niet goed praten vandaag. die obstakels worden uit de weg gehaald met die doodkaart. Zodat je weer kan rijden. Een beetje sneller kan rijden waarschijnlijk. Ja, misschien zie je vaak 11-11. Dat geldt dan voor tweelingzielen. Dat is eigenlijk een bewijsje van je zit waarschijnlijk in een tweelingzielenproces. Ja, komt geluk. Het universum leidt je daar naartoe. Dus vertrouw dat je weer gelukkig wordt als je het nog niet bent. 33 is natuurlijk ook Christusbewustzijn. Dus je bent steeds meer bewust van aanwezigheid misschien van Christus. En dat is heel fijn natuurlijk. Kijk wat deze kaartjes zeggen. Ja, onpeilbaar. Misschien was de situatie niet te peilen. Wist je niet waar je naartoe ging. Misschien had je een masker opgezet. Maar er is een sleutel. Je opent nieuwe deuren. En dat geeft ook zekerheid. Misschien ga je verhuizen. Kan ook, hè. En voldoening komt. Het lijkt een beetje op de Ace of Cups, hè. Nieuw begin in de liefde. Afscheid, nieuw begin. Ja, de doodkaart 2 keer. Dus je gaat ergens afscheid van nemen en dan komt er een nieuw begin. Nou, en je hebt je al bij neergelegd waarschijnlijk, want je voelt het waarschijnlijk aan. Deze had ik al. En dan komt weer de ster. Heel veel geluk. Jouw kant uit. Goed, even kijken waar ik deze al had. Nee. Ja, wensvervulling. Kijk hoe die deuren open gaan hier. Je mag gewoon
Door die grote deur heen straks. Blijf even nog dat pad lopen. Zodat je er helemaal doorheen bent. Blijf rustig, je bent op het juiste pad. En denk hoog. Maak verbinding met het universum. Ga die trappen op naar het licht. Je bent waarschijnlijk een lichtwerker. Ja, denk positief, hè. 10 is ook een voltooiing, hè. En 6 is ook wel vervulling en liefde. Is ook de liefdeskaart in het tarot. Dus dit, troost. Ja, misschien moeten jou en jij en je geliefde elkaar troosten. Misschien hebben jullie heel veel meegemaakt. En kunnen jullie heel uitstekend elkaar troost bieden. En ook de engelen troosten, hè? Dus niet alleen je geliefde waarschijnlijk, maar ook de engelen. Ze zijn heel goed in troosten. Als je misschien huilt en het stopt vrij snel, dan weet je zeker dat er een engel zijn vleugels om je heen slaat. Ja, luister naar het gefluister van de engelen. Die fluisteren van alles in je oor hier. Je bent echt op weg naar de verlichting. Kijk, die boom heeft handen naar het licht, hè? En jij stapt, hier stap jij gewoon naartoe. En je bent klaar om te ontvangen hier, al dat licht. En je bent best wel dichtbij. Goed. Ik heb al hier een liefdeskaartje liggen. Ja, er is iemand die je ontzettend mist. Denkt met nostalgie van toen jullie nog samen waren. Kijk naar je foto's waarschijnlijk. En ja, die wil graag nieuwe herinneringen maken met jou. Jouw geliefde waarschijnlijk. Het oude een beetje wissen. Deze persoon is veranderd. Jij waarschijnlijk ook. Iemand wil je een kusje, blow een kiss zo. unconditional love, dus een liefde zonder voorwaardes. Geven en ontvangen. Ja, liefde, affectie. In ieder geval, je krijgt heel veel affectie en liefde van deze persoon terug. En je krijgt een kusje van deze persoon. Die werpt een kus naar je toe, hè. Een luchtkussen, hoe dat? De runner. Ja, deze persoon in je leven is misschien van je weggerend. Of jij van deze persoon. En dat vond je niet leuk. Deze persoon wou niet intiem met jou zijn. Heb angst om intiem te zijn misschien. Wou niet zo ver laten komen. Is weggerend. Heeft jou... laten gaan. Ook omdat het misschien heel onrustig om je heen was. Niet prettig meer was. Heeft deze persoon voor zichzelf gekozen. Is weggerend. Maar ik zie dat die persoon weer gewoon terugkomt. Die wijst deze liefde niet af. Die kijkt er zelfs naar. Want deze persoon vindt deze, dat jullie gescheiden zijn, ook niet leuk. Er is ontzettend gemis. Gemis van elkaar. Jullie denken vaak aan elkaar. En de toekomst is nog een beetje onzeker, want jullie hebben misschien nog niet gepraat met elkaar. Er is verdriet, er is een beetje bitterheid. Van hoe het allemaal gelopen is, dat deze persoon weggelopen is, of jij bij deze persoon. Iemand is weggerend. Maar deze persoon wil al nieuwe herinneringen maken. Ja, er is nog steeds die liefde. Het gemis is gewoon groot. Ja, nou gelukkig. Komt daar toch, Cupido's pijl. Dus heb vertrouwen. Love is coming.
Een surprise invitation, dus een verrassingsuitnodiging. Struck by love. Ja, dan moet ik even kijken wat dat betekent. Misschien weten jullie dat. Ja, deze persoon zit wel aan jou vast. Die kan jou niet vergeten. Dus blijf vertrouwen hebben dat deze persoon gewoon weer in je leven komt. Ik pak nog een paar tarotkaarten, voel ik wel. Dus het verhaaltje is nog niet afgelopen. Ja, een nieuw begin, een nieuw stabiel begin. Misschien ook op werkgebied. Ja, deze persoon heeft hard aan gewerkt aan zijn minder goede kanten. Misschien jij ook wel natuurlijk, en niemand is perfect. En die wil nu echt de oost binnenhalen. Oost ben jij misschien wel. En jij wil hem ook binnenhalen waarschijnlijk. Want er is natuurlijk een aantrekkingskracht bij de kanten. En dat gaan jullie alle twee manifesteren. Jullie gaan elkaar binnenhalen. Jullie gaan elkaar manifesteren. Dat is veel te veel. Ik wou er eigenlijk nog één. Oh, die vliegt eruit. Dan ben ik wel heel benieuwd wat dit is. De zon gaat weer schijnen in deze relatie. Vertrouw erop dat die liefde komt, hè? Love is coming. Je bent op weg naar verlichting. Wees niet meer verdrietig, want iemand die denkt nog steeds aan jou. Iemand die weggelopen is. En ja, die wil je zelfs een kusje geven. Die wil jou weer die aandacht geven. En onvoorwaardelijke liefde. Hoe mooi is dat? Goed, dat was het. Ik laat het hier bij de zonkaart en manifesteren. En ik had nog een keer ergens een manifestatie, hè, geloof ik. Ja, ook natuurlijk het land van melk en honing met dat olifantje. Ja, en dan deze ook nog. Ware liefde komt tot mij. Dus blijf positief. De passie dan ook nog erbij. Dus ja, het komt allemaal wel goed. Vertrouw erin. Vertrouw erin. Geef de moed nu op. Je bent echt dicht bij de verlichting, lijkt wel. En ja, er was nog meer verlichtingskaarten, volgens mij. Hè? En luister naar wat de engelen zeggen. Hè? Vertrouw ook op hun boodschappen. Goed, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Doei!